Afrocultuurorganisatie NACS heeft gisteren in haar centrum de Stranantongo iconenkalender gelanceerd. Daarnaast is er ook een expositie geopend waarbij het accent wordt gelegd op Surinaamse iconen. Met name Harold Braam en Louise Wondel zijn te bewonderen op deze jaarkalender. Het project is in het kader van het 70-jarig bestaan van de organisatie. NACS probeert hiermee zowel de Stranantongo als de bekende cultuuriconen dichter bij het publiek te brengen. Siegmien Staphorst, voorzitter van NACS, zegt dat dit initiatief als erkenning van deze groep gezien moet worden. Volgens haar moest deze waardering al lang komen. Maar we doen dit omdat Usabi dat vooral cultuurus massa Eurocotranga is, maar dat bijna nooit ben ik iets van Grani. Omdat Grani meestal is op zo'n mij iets Grani. De redders, ja. Dus massa ik iets Grani. Meestal naar politiek, toch? Meestal naar goedusma, toch? Maar bijna nooit naar een cultuurusma. We agree. Het is goed, toch? Bijna de cultuurusma unesap ding, maar de rokotranga en de lever van bijdragen. Staphorst zegt verder dat cultuur meer aandacht moet krijgen. Vooral vanuit de regering moet er meer interesse getoond worden voor cultuur. En onze kinderen moeten voorbeeldfiguren hebben en kennen. Als je die niet hebt, ben je verloren. En wij gaan ervoor zorgen dat wij, ze zijn er, maar we kennen ze niet. En wij gaan ervoor zorgen dat mensen leert kennen. En volgens Mimi Tak Novo, omdat mijn bek is 5 minuten. Maar dat na aboskopusa uwanchari. En we hoop dat ook is steun voor Lanti. Lanti is singing om. We hebben geen geld, we hebben geen geld, we hebben geen geld. Maar wij vinden de overheid moet wel geld vrijmaken voor deze dingen. Aldus Siegmien Staphorst van de Afrocultuurorganisatie NACS. Ze sprak gisteren tijdens de lancering van de NACS Stranantongo iconenkalender. Dit project is in het kader van het 70-jarig bestaan van de organisatie.